Nou, het is hartstikke leuk om hier te zijn, want er is vandaag een badminton toernooi. En ik mag straks de prijs uitreiken en dat is natuurlijk altijd hartstikke leuk. Was je wel eens eerder in deze grote topsporthal geweest? Tot mijn schande moet ik herkennen dat het vandaag de eerste keer is. Maar dan kun je wel heel veel nieuws zien, toch? Ja, het is een hele schitterende hal. En ik was natuurlijk hiervoor wethouder cultuur, dus dan was je altijd op zaterdag op andere dingen bezig. Maar dit is heel erg mooi om hier te zijn, want het is echt wel indrukwekkend wat we hier hebben staan. Wat hier vooral leuk aan is, is dat er en een aantal spelers uit het eredivisieniveau meedoen. En dat dan gecombineerd met top- en subtopspelers hier uit de regio. Dus ook altijd leuk om te zien dat, dat je ook wedstrijden hebt met spelers die elkaar anders wat minder vaak treffen. En zeker zo aan het start van het seizoen, nou, kan iedereen ook weer even meten waar ze staan. Het mooie van deze sporthal is ook dat wij hier in deze zaal de eredivisie kunnen laten spelen. Eerste, tweede en derde divisie. En in de andere zaal speelt de jeugd op dit moment. De jeugd heeft ook de mogelijkheid om naar deze jongens, de volwassenen te kijken. Om zo ook een idee te krijgen van als zij goed hun best doen, dat zij ook dit niveau wellicht kunnen gaan halen. En dat is het mooie van deze sporthal in Almelo. Ik vond het hartstikke leuk om mee te doen. Het was goed georganiseerd. Alleen soms een beetje veel wedstrijden achter elkaar. Ja. Maar je bent nu behoorlijk aan het zweten. Ja. En wie is daar de oorzaak van dat jij zo hard moet zweten? Mijn broer natuurlijk. Net dubbel gespeeld en ook nu net single gespeeld. En, moet je natuurlijk heel hard lopen. Ja, en op laatst ging dat niet zo best meer, hè? Nee, de energie is op eigenlijk. Veel kramp en pijntjes. Oké, maar ja, er komt nog een tijd dat je je broer gaat verslaan, toch? Ja, mag ik wel hopen, ja. Misschien over een paar jaar. Het zijn allemaal winnaars, dames en heren. Wel een verdiend applaus. En dan gaan we inderdaad naar de volgende categorie. Ja, lukt dat? Ja, absoluut. Ja. 19 op de eerste plek, dames en heren. In de tweede plek, Oleg Koenjev en de Mees Heldkamp. Ja,